YouTube. Ik ben Tobias. En ik ben Bram. En welkom bij een nieuwe Survival Series aflevering. Van vandaag weer een mooie uitzicht in onze rare sneeuwfarm. In ons deur thuis trouwen in de piramide. En dan hebben we hier links de varken en je cocobean farm. En dan hebben we hier zo'n hele mooie Anvil plantage. Waar steeds Anvils naar beneden vallen. Dus je kunt blijven krijgen. En hier is een kistenkamer. Als je hier doorloopt, kom je binnen, wordt de farm uit en je wordt leten. Goed, dat was het voor vandaag. Blijf even kijken. Mag ik een achtbaan bouwen? Waar? We hebben al een achtbaan onder de grond. Ja, maar dit is een leuke achtbaan. Nee, dat is gewoon een slecht idee. Nee, dat is leuk. Hak je eigen ijzer? Gaan we gierig doen? Ja. Wat je envils? Je hebt de vorige keer 3 stacks ijzer opgemaakt aan buckets. Ja, jij 2 stacks en envils. Ja, maar die envils zijn we nog gedaan. Buckets meer dan aan de buckets. Nee. Even kijken, wat ga ik in het huis bouwen? Ik ga het huis een beetje opknappen en dingetjes bijbouwen. Wat zal ik allemaal inbouwen? Dus ik mag geen achtbaan bouwen? Nee. Ik ga even kijken op het challengebord. Doe eens rustig, konijn. Heb ik wat van jou aan ofzo? Wat kijk je dan? De konijn zit zo naar me aan te staren. Ligt in zijn hok, helemaal lang uit. Beetje aan te staren. Wat gingen we doen? Ik had een idee om een keer een huis te bouwen, maar ik weet niet meer wat ik in het huis wil gaan bouwen. Ik ga even meneer en mevrouw Snuit bezoeken. Dat is mevrouw Snuit en dat is meneer Snuit. Meneer Snuit heeft geen nametag. Mevrouw Snuit heeft wel een nametag. Hallo mevrouw Snuit en hallo meneer Snuit. Hallo. Een raket in de end, dat kan toch niet? Zo niet. Je wordt de hele tijd kapot gevlogen of alles wordt gestolen door die beesten. Ja, dan moeten we de Ender Dragon bouwen, verslaan. Ja, maar die Endermans die stelen alles. Ja, dat is waar. We hebben straks een halve raket. Dat is een slecht plan. Ja, haal die maar weg. Of hij moet in de echte wereld. Ja, of we bouwen gewoon een raket hier. Dat vind ik een geniaal idee. We gaan een raket bouwen. Maak ervan, bouw een raket. Heb je een jukebox aangezet? Heb je er een aangezet? Hij was meer meneer Snuit in de kamer. Maar het is best wel vrolijk. Hoeveel CD's hebben we? Hij irriteert me. En je moet er 2 tegelijk doen. Nee. Dan moet je eerst ik moet dit doen. Wacht. Weet je nog dat die dingen een keer ontsnapt waren? Oeps, ik heb per ongeluk woord. Mag ik mini snuit maken? Nee. Nee, dan raken we de weg kwijt. Ja, eentje heeft wortelen gehad. Oké, andere geen wortelen gegeven. Ik wou op hem gaan zitten. Maar we gaan een raket bouwen. Moet wel zo'n klassieke raket zijn, weet je wel, met een rode neus. Oké, waarvan... Kom. Bram, we gaan een raket bouwen. Bram! Waarvan... Oh. Gaan we hem helemaal van wol bouwen of gaan we hem bouwen? Kobbel is lelijk. Dirt ook. Nee, we maken hem niet van steen, oké. We maken hem wel gewoon compleet van wol. Scharen. Bloks. Als jij een plek zoekt om hem te bouwen, of jij hakt de wol alvast, wat wil jij? Ik heb al een plek. Waar dan? Bovenop de berg. Ja, dan moeten we de reggae-toren weg. Hé, hey, de andere naast. Oh, kijk, daarachter! Hier. Kijk, nee, daar! Boven het koekje. Nee, hier. Nee joh, dat is ons uitkijkpunt. Dat moet mooi houden. En daar is de tempel, die moeten we ook mooi houden. Nee, hier bovenop. En maar dat is wel te klein voor ons. Nee, dat is het hoogste punt wat we hebben. Kom hier zo. Ja, jij denkt zo ver mogelijk. Hoppakee, kijk. Hier heb je trouwens best wel mooi uitzicht over de hele vallei. Maar hier is geen uitzichtpunt. Waar wou je dan een raket bouwen? Hier toch? Oh jij? Ja, gewoon hier. Hier wil ik een raket bouwen. Wil jij gaan hakken? Okay. Wat wil jij doen? Heb jij een schep bij je? Ja. Oké, kun je dit bovenste laag even eraf halen? Dan ga ik wol halen. We moeten er ook vuur onder doen, daarom heb ik mijn aansteker al vast. Oh, ja, maar vuur brandt naar boven, niet naar beneden. Dus nu er wel een stukje steen tussen dat er ook weggaat. Ja, maar de vuur brandt verkeerd om. Het ziet er heel stom uit. Ja, maar we maken hem gewoon compleet van wol.
We kunnen onze raket ook gewoon midden ergens in de lucht doen. Dan is het alsof die opstijgt. Dan doen we hem zijwaarts. Kan ook. Ja, gewoon boven onze vallei zie je opeens een raket. Ja, maar dan heb je wel hele lelijke schaduw. Zullen we doen? Ja, het probleem is dan dat we alleen maar mobspannen krijgen naar beneden. Witte wol, rode wol hebben we nodig. Het was wel een goed idee. Wat zeg ik hier nou op zonder je te kwetsen? Oh. Ja, nee, dat was best wel een goed idee. Alleen is het probleem dat er dan allemaal mobspannen en monsters en allemaal meuk. Die gaan ons doden. Ik begin ook niet over jouw frietjesdak hoor. Nee. Ik zou ook grijze wol en zo pakken. Zwart heb ik. Grijs voor de poten van die raket. Daar hebben we 3 poten aan. 3? Ja. Ik zou 4 doen. Als wij 3 gaan doen, komt dat niet in het midden. Nee, dat is waar. 4. Dat is inderdaad logischer in Minecraft. Zwarte wol. Wat een chaos is hier. Nee, ik. Zo gaat het volgens mij. Jullie mogen allemaal, behalve de kleuren die ik niet nodig heb, zoals paars en bruin. Bruin kan misschien. Hoe groot wordt hij eigenlijk? Hij moet wel. Ik denk 10 bij 10. Zoiets, maar hij wordt rond. Een raket is altijd rond. Behalve die van ons. Nee, die van ons wordt ook enigszins rond. Het wordt gewoon een soort vuurtoren met poten eronder en een rode kop. Dat wordt onze raket. Is dat geen goed plan? Ik vind het helemaal. Ah, shit, ik wou wortelen eten, heb ik ze volgens mij allemaal weggegeven aan de schapen. Schapen geven geen wortelen volgens mij. Nee, maar ze eten ze wel. Hier hebben we trouwens nog super veel hekjes zitten. En een flame 1 boog. Ja, weet ik. Maar dan ook echt nog gewoon bijna. 2 stacks en 12 hekjes. 10 crafting benches. 64 paints. 10 crafting benches. 64 paints. Grey wool, black wool. Red wool, hop, 2 stacks. Het is gewoon alles wat je nodig hebt. White wool, hoppakee, heel veel stacks. En dan. Oh, scheer je de schapen of pak je het alleen uit de kist? Ik heb ze eerst geschoren en dan uit de kist, wat ik nog meer denk nodig te hebben. Waar gaan we hem bouwen? Je hem toch hierboven? Ja, oké. Okay. Dat is waar. Ga weg met je sneeuwballen! Zijn op. Hey, jammer dat ik geen pijlen heb. Anders had ik noodzakelijk geweld gebruikt. Ik zijn even waar we heen, waar je moet komen. Je weet dat we een houten hekrand hebben. Die naar het huis toe loopt. Als dat hek in de fik vliegt. Hoe kan het hek in de fik vliegen van deze? Kijk waar het hek allemaal aan vast zit. Kijk wat we eigenlijk van hout hebben gemaakt. Alles wat je van hout ziet is weg. Inclusief de reggae-toren. Kan een fans branden? Ja. Hé, hey, alles is weg, hè? Alle farms zijn weg. Ik ben benieuwd, als je het hout weghaalt, hoe het er dan uitziet. Dus gewoon een keer, eerlijk, jij? Maar ja, ik heb geen zin om het weg te hakken. Als backup. Ik moet wel een keer een backup maken. Ooit. Goed, de onderstelte. Donkergrijs of gewoon grijs doen? Deze grijs? Weet niet. Of deze grijs? Is het niet een beetje klein hier? Nee, ik heb wel 1 poot erbuiten ofzo. Maar laten we eerst die cirkels maken van witte wol. Waar die komt. Je moet er ook van die coole raapjes in doen. Zoiets? Is dat een goede grootte voor de raket? Ja, als groter wordt is het alleen maar te veel hakken. Okay. Hij wordt wel 20 hoog of zo, toch? Ja, we moeten wel veel hoger. Oh, we zitten wel weer te klooien met die raam of met de landingsgestelte. Of we doen hem in de hoeken daar. Kan ook. Dan doen we hem gewoon in de hoeken. In de hoeken? Het landingsgestelte. Hier ja, waar wij het dan doen? Hier, kijk hier. Ja, is goed toch? Ik dacht aan de zijkant. Ga eens opzij. Ik pak wel van hout. Ik pak al wel weer vast een schaar om weer alle schapen nog een keer te doen. Ik heb genoeg scharen.
Mag een schaar, doe ik de witte wel. Ik denk dat we van de witte nog heel veel nodig hebben namelijk. Oh nee, ik heb 4 stacks. Als je ze meteen een beetje uitbreidt, dan kunnen dan we ze dadelijk... Dan moet ik de wheat farm even overhalen. Oh, maar dat wil ik zien. Ah, kom mee. Kom mee. Ik wil de wheat farm zien. Op naar de wheat farm. Ja. Nee, dat is cowboy. Gewoon Maar daar zit toch een manege? Oké, okay, nee, dat was ook cowboy. Ja! Yeah. The fuck? Zo meteen als we terug gaan moeten we... Nu zit... Ja! Ja! Pyramide is echt lelijk op het ding. Een lelijke rotboom ervoor. Volgens mij moeten we hem een keer weer vernieuwen. De piramide is toch niet grijs? Hij is andere kleur. Kijk, hierboven moeten we hem ook vernieuwen. Daar zie je de raket nog niet. Je ziet er eigenlijk heel weinig nog. We moeten dat hele ding een keer vernieuwen. Je prietjesdak. Ja! <Yeah. laughs> Oh, je ziet heel lelijk precies waar het sneeuw komt. Daar wonen wij. Ja. Yeah. We hebben wel... Ik heb wortelen. Oh, ik maak eigenlijk wel wat broden. Omdat ik dat kan. Zie je die creeper? Ja. Kun je mij tp'en? Ik ben het dak opgerend. Met 3 zombies en een skeleton achter me aan en hey. Hey man. Ik vind het allemaal klaar genoeg om over te halen. Wil ik even kijken hoor hoe het eruit ziet? Dit is allemaal gewoon rijp. En de rest... Onze Avico. Onze Avico frituurvet deodorant. Ik vind de rest ook rijp genoeg. Jij? Ja. Hou jij de lever beneden over? Waar is die beneden? Nee, niet boven. Hé, hey, we hebben zo'n probleem hier. De deur wordt ingeslagen. Wacht, ik pak mijn diamond zwaard. Ik kan die lever niet vinden. Oh. Ze hebben de deur ingeslagen. Ik heb precies genoeg hout voor een nieuwe deur. Hij heeft de deur gedropt. Laat. Dus wanneer slaan ze die zo snel in? Hé, hey, zet nog een prok nog een paar levers, ja. Kan je nog wat levers doen? Die is fout. Ja, het is een soort spelletje. Waar moet de lever? Oh, dit is het probleem. Hier een beetje magie toepassen. En hier een trappetje. En op, en op, en op. Zet staan. Deze hebben we nog nooit getest, hè? Dus dit is de eerste keer. Aan jou de eer, Tonkelaar. Ik ben boven aan het kijken. Jij mag. Ga je het doen? Ik heb hem al gedaan. Wanneer komt hij aan? Timmer, timmer, raampje open. dat is zuur. Dat is echt zuur. Hey, altijd als ik net geplant had, maar nu doet hij het niet. Hij zou het moeten doen. Wat doet het niet aan dan? Ja, dat weet ik dus niet. Als het goed is, als ik hem nu overhaal, zou hij aan moeten gaan. Haal hem over. Nu is hij uit. Maar waarom is dit nog aan? Hoezo kan dit aan zijn? Dit hoort niet... Oh, hier is een cirkel. Natuurlijk. Huh? Natuurlijk. Ja. Nee, ik weet het niet. Hij doet het nu. Mooi zo. Oeh, I like. Je ziet het echt zo heel langzaam stromen. Alleen kijk, hier blijft het haken. Ah, ja, dan moet je oppakken. Je moet het toch terugplanten. Nou, dan moet je wel. Ga hem uitzetten. Is het boven al klaar? Allang. Oké, het hoeft niet zo heel ver te stromen. You set it out? Oh, je moet de lever heel vaak overhalen, wil je hem uitzetten. 2 keer. Je moet hem steeds 2 keer overhalen. Nou stroomt hij niet. Nou staat hij hier aan. Volgens mij gaat de opbrengst best wel tegenvallen. Dan staat hij hier aan, gaat hij hier naar boven. Ja, volgens mij valt hij ook best wel tegen.
Maar je krijgt ook één wiet in plaats van drie wortelen. We hebben toch al een kleine drie stacks. En een torch. Nee, we hebben al wel meer dan drie stacks. Ik maak van één stack broden. Lekker. En we hebben toch alweer vier stacks. Kijk, ongeveer. Grof gezien. Grof gezien, gaan we ongeveer weer herplanten. Genomen. Gaan we wel weer herplanten. Ja, misschien moet een etage erop nog wat meer uitleveren. Nou, nee, het is goed zo. Nee, dus we hebben trouwens toch wel meer dan vier stacks. Ja, dat is perfect. Zit misschien omdat er alle heel veel droppers zitten, duurt het heel lang, hè? Ja, en het is ook niet even groot als de wheat farm. Bovendien is het, of de wortel farm. We kijken naar de droppers, die is leeg. Toch die is hij leeg, een die succes. Leeg, die is leeg. Zal daar wel wat in zitten. Ja, wheat heb je niet heel veel nodig, dus ik vind hem geslaagd. Wat vind jij ervan? Nou, van wheat kan je brood maken. Dan ik vind het een duim omhoog. Ja, ik ook. Ik vind hem helemaal mooi. Ik vind het helemaal mooi. We hebben er, volgens mij als die vol is, kunnen we ongeveer 5 stacks krijgen. Nou, zit er trouwens hier nog heel veel seeds. Nee, meer dan 5 stacks. Voor vandaag zit onze tijd er weer op. Dus ik wil zeggen allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer.